Namelijk, u bent ook, een van uw functies is voorzitter van AVROTROS. En in het Hilversumse broeit het al weken over de nieuwsshow, het best beluisterde programma op Radio 1. Peter de Bie en Mieke van der Wij, die stappen over naar Omroep Max. Dus die nemen dat programma mee, halen het weg bij AVROTROS. En Jan Slachter van Omroep Max heeft gezegd, is goed, geef maar hier. Wat vindt u daarvan als voorzitter van AVROTROS? Ja, ik vind het niet netjes om het heel zachtjes uit te drukken. En als u het minder zachtjes uitdrukt? Ja, dat is schandelijk. En vooral van de NPO, want de NPO is de organisatie die uitmaakt wanneer uw programma hier mag zijn op dit moment. Ja. En wanneer wij radio en tv mogen uitzenden. Nou, het is een programma wat al van ouds af aan bij AVROTROS hoort. Het is van de omroep, niet van twee presentatoren. Hoe goed ik die overigens vind. Nou, als die presentatoren vertrekken, en waarom ze vertrekken blijf ik even buiten beschouwing. Mm-hmm. Maar dan is het heel raar dat de NPO dan zegt, ja, we pakken het bloedje op. Bij uw organisatie. En op hetzelfde timeslot, dus op zaterdagochtend, daar mag een andere omroep het uitzenden. Ik vind het onbegrijpelijk en we laten het er ook niet bij zitten. Nee, wat gaat u doen dan? We zijn nu nog in gesprek met NPO, met de Raad van Bestuur. Maar we zullen ook ongetwijfeld de procedure gaan starten als we niet ons zin krijgen. Het is niet zozeer ons zin krijgen. Het is een programma. Het is een cruciaal onderdeel van waar de omroep over gaat. U moet zich voorstellen dat u morgen met dit programma onderdoet, loopt naar AVROTROS en zegt, nou, ik ga op zondagochtend, ga ik gezellig op zondagochtend maken. Dat kan toch niet? Nee, dat lijkt mij ook, maar het gebeurt nu dus. Dus u zegt, ik ga procedure starten. Gaat u naar de rechter? Ik denk dat als de directie van AVROTROS, ik zit in de Raad van Toezicht als voorzitter, dus ik kijk op afstand mee. We hebben toevallig vorige week vergadering gehad. Mm-hmm. En hebben wel de directie aangemoedigd om hier werk van te maken. Want dit is gewoon te ondernemen. Ordinaire diefstal in het publieke bestel. Glashelder. We gaan het hebben en in 2020 komt u terug. En dan gaan we hopelijk eerder ook gaan we praten over de energiewende in Nederland. Maar we gaan eerst naar Schiphol. Volgende